Ik ben Annette Harbrink. We zijn hier op Keizersranden. Een biologisch landbouwbedrijf van 130 hectare in de uiterwaarden van Deventer. En we melken hier 75 koeien op 100% natuurgrond. Op ons bedrijf doen we alle werkzaamheden zelf uitvoeren. Al het maaien, alle oogstwerkzaamheden. Zodat we altijd zeg maar, zicht erop hebben wat we doen. Dus met maaien zie je wat je ommaait. Let je op vogels, laat je staan wat bijzonder is. Op ons akkerland nemen we diverse natuurmaatregelen, zoals open veldjes voor leeuwerikken, akkerranden, bloemrijke akkerranden. Zaaien we het graan in met wat minder korrels dan normaal, zodat het wat opener blijft, zodat er meer kruiden in kunnen vestigen die zeldzaam staan of gewenst zijn. Ook bijvoorbeeld de graanteelt combineren we zelf. Zodat we zeker weten dat we van binnenuit naar buiten maaien met de combine. Zodat patrijzen en kwartels een veilige zijkant kunnen vinden en niet opgesloten worden. Ons idee van efficiënt melkveehouden is om de dieren het zoveel mogelijk in een natuurlijk proces te laten lopen. Dat betekent in het voorjaar afkalven, dan loopt de voederbehoefte gelijk op met de voederwaarde van het grasland. Kalveren blijven mooi gezond en in de winterperiode staan ze droog. Dat betekent dat we weinig voer van hoge kwaliteit nodig zijn in de winterperiode. En dat kost veel minder brandstof en diesel. Meer dan 250 dagen per jaar weiden, ideaal. Koeien halen zelf het gras op. Mesten het land terwijl ze erheen lopen. Zo met de natuur samenwerken zorgt niet alleen voor een lage kostprijs per koe, maar ook voor prettig werken met die dieren. Weinig problemen en goede gezondheid. We zijn hier nu 8 jaar bezig en in die 8 jaar zien we een enorme toename van natuur, van soortenrijkdom, vogels, planten, alles. Dus qua natuurdoelen doen we het heel erg goed. Koeien produceren bij ons net iets meer dan 5000 kilo. We hebben zoveel mogelijk ouderwetse MRI-koeien, dus echt melk en vlees, echt een dubbeldoelras. 5000 kilo klinkt als heel weinig, maar wij verkopen onze melk voor 60 cent. Dus de opbrengsten per koe zijn te vergelijken met gangbaar. Maar de kosten zijn veel lager, dus ik hou er per koe ook nog aardig aan over. Dus is het economisch een optie? Ja, dat is het wel. Kleine stapjes richting natuur-inclusievere landbouw kan eigenlijk iedereen nemen. Wat gras langer laten staan onder de afrastering, een bloemenrand om een maïsperceel heen of gewoon net wat extra erfbeplanting achter de schuur, dat kan ontzettend veel natuurwinsten opleveren en het hoeft bijna niks te kosten. Uiteindelijk hebben wij hier over 10 jaar minder koeien dan dat we nu hebben. Als het goed gaat met de natuur hebben we minder liters melk. Dan verschraalt eigenlijk het landbouwgedeelte wat verder. Maar dan geven die koeien wel minder melk, maar wel veel smaakvollere melk. Dus uiteindelijk moeten wij echt naar een consumentenafzet ook. En de ligging van het bedrijf leent zich daarvoor. Dus aan ons eigenlijk nu de uitdaging om dat op te zetten. Om zo natuurboerachtig te zijn als wij hier zijn, ja, dan moet je het wel echt leuk vinden. Je moet er oog voor hebben, je moet zien wat er bloeit, wat er groeit, wat er vliegt. En je moet continu je bedrijfsvoering daarop willen aanpassen. Dus het vergt wel flexibiliteit en een oprechte interesse in de natuur. Het is niet makkelijker, maar ik vind het wel 10 keer leuker.